Goedenavond, dames en heren. Welkom in de Rotterdamse Schouwburg en welkom bij Poetry International. We hebben vandaag twee zeer bijzondere dichters in ons programma. En ik ben blij dat u voor hun beide gekomen bent. Toen wij, om met een anekdote te beginnen, toen wij aan het eten waren vanavond, toen vroegen we ons af, hoe zouden deze programma's gemaakt zijn? Dat wil zeggen, hoe komt het dat Marian Posman naast Thomas Oosterhoff staat? Zouden ze een verwantschap hebben? Is er publiek wat voor de een komt waarvan de organisatie denkt dat die moeten de ander ook zien? Dat zijn keukengeheimen waar ook ik als presentator niks van af weet. Maar naar mijn idee is er wel degelijk een verwantschap tussen de twee. Ik ga met ze apart praten, niet met ze samen. Dus de vraag is een open vraag en die zal denk ik pas helemaal aan het eind beantwoord kunnen worden. Wat mij betreft zijn ze allebei Marian Posman in Duitsland en Thomas Oosterhoff in Nederland goede dichters, belangrijke dichters. En is hun werk zowel spannend als rijk, humoristisch als ernstig. Marian Posman, van haar verscheen zojuist Landschap van wilde geruchten in vertaling van Erik de Smet. Een uitzonderlijk goed vertaler, kan ik zeggen. Erik de Smet introduceerde eerder het werk van Marian Posman in een tijdschrift genaamd Terras. Vandaag door Arjen Fortuyn in de NRC het meest onhippe literaire tijdschrift genoemd. Als je zo'n kaft ziet, dan zou je toch eigenlijk denken van waarom onhip? Maar misschien is onhip wel het nieuwe hip. Marian Posman heeft een poëzie die, ja, je bent geneigd in het Nederlands voorbeelden te zoeken die waarbij je dan weer denkt van ja, nee, maar ik sta hier een Duitse dichter in te aan te kondigen. Ik kan haar vergelijken met Eva Gerlach, met anderen. En dat klopt nooit, naar mijn idee. Hoe meer je reist, hoe meer je erachter komt dat die vergelijkingen die wel nodig zijn, nooit helemaal precies zijn. Omdat je toch naar Duitsland moet om te zien wat voor poëzie zij schrijft, volgens mij. In het voetgangersgebied stak wind op. Zoals wind altijd opsteekt als je zoekt naar de juiste plek die steeds ver weg blijkt te zijn. Het papierafval van de grond verschoof, mijn overjas wapperde en alsof dat al een reden was mezelf tot de dingen te rekenen. Alsof dat al een reden was, bleef ik ongevraagd staan. Dit gedicht, net als de 9 andere uit het Berlijnummer van Terras, komt uit de bundel Geisterzeen. Geesten zien, zou je het kunnen vertalen. De vertaler heeft in een, wat mij betreft, goede inleiding in het nummer uitgelegd dat we dat helemaal niet esoterisch moeten zien. De poëzie neigt daar misschien naar, maar het is het niet. Het zijn geen spoken die Marian Posman waarneemt. Het zijn daadwerkelijk beelden, metaforen. De alledaagse werkelijkheid wordt in Posmans gedichten transparant. Niet zoals in symbolistische of natuurmagische poëzie, als sluis naar eeuwige ideeën, maar om de gelaagdheid in elke waarneming te tonen. Zintuigelijke prikkeling, ordenende hersenactiviteit, projectie van je innerlijk op de buitenwereld, interpretatie van de buitenwereld als weerspiegeling van je binnenwereld. Behalve poëzie, voor Geisterzeen kreeg Marian Posman trouwens de Peter Hoegelprijs, een van de mooiste onderscheidingen in Duitsland. Behalve poëzie schrijft zij ook proza. En dat is mij opgevallen, dat komt vaker bij haar collega's voor als Esther Kinski of Lutz Seiler. Op het moment dat je als Duitse dichter een roman schrijft, hoeft dat niet meteen op Tommy Wieringa te lijken, om maar één Nederlander te noemen. Het is een rijk soort proza, wat wel degelijk verhalend is, maar ook duidelijk door een dichter geschreven. Het enige fragment dat ik daarvan ken, ook weer vertaald door Erik de Smet, handelt over een stel die allebei een soort neurose hebben, dat ze alles wat ze in huis hebben, daar moeten ze er twee van hebben. Namelijk als iets kapot gaat, dan moet je naar de kelder kunnen om het andere exemplaar te vinden. De eigenaar van het huis, maar ook zijn vriendin, kunnen er niet tegen
om met het idee te leven dat iets kapot gaat en er dan niet meer is. Wat gebeurt er als iemand jarig is? De complete nervositeit of de nieuwe geliefde dan wel het in tweevoud geeft of niet? Dames en heren, uw aandacht voor Marion Posjman. Guten Abend, thank you for the introduction. I'm reading at first a series that is called Bernstein Park, Kaliningrad, and it has 9 parts, and each part of it has a title which I borrowed from the field of Bernstein. The terminology of Bernstein. There are different Bernstein varieties. Some of them look like honey, some are white and opaque, some are dark, gray or greenish, some include little bubbles. And they all have very strange names, and I was fascinated by these names, and so I took them as titles for my poems. Bernstein Park, Kaliningrad. Zum fröhlichen und freudebringenden Kampf um die Vorherrschaft des Gartens. Voraneilend dort, wo es sich darum handelt, das eigene Land in ein Land der blühenden Gärten zu verwandeln, an dem jeder, auch der Ärmste, seinen Teil hat. Liebrecht Migge, die Gartenkultur des 20. Jahrhunderts. Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts, wie der Gartenbau, älter als der Acker, Malerei als Schrift, Gesang als Deklamation, Gleichnisse als Schlüsse, Tausch als Handel. Johann Georg Hamann. Bastard. Sumpfländereien. Jemand hängt filzene Einlegesohlen in seinem verglasten Balkon an die Leine. Wolle tropft. Wäsche verblüht im Wind. Jemand bricht fliederfarbenen Flieder im Stadtpark und trägt ihn zum Bus. Ein utopisches Spiel. Die Gewänder des Loggers sind abgeworfen und Buspolster jetzt am besten gekleidet. Logistische Muster, zaristische Stoffe, gewürfelte Welt. Klotz, Block. 2 Männer grillen am Parkplatzrand. Die Post verkauft Tütensuppen, Gemüsesamen. Das alles ist wahr. Vertrauensbildende Maßnahmen. Vorgärten werden mit Bindfaden eingefasst. Das Café Marzipan gibt es nicht mehr. Sand, Backstein, eingeebnete Stadt. Rosa- und fliederfarben gestrichene Gittertore, Metallstrahlen jener Sonne des Ostens, die immerzu aufgeht. Landschaft, o Sprachpanorama des Logos Creator. Landschaft, halbierte in Vorder- und Rückseite. Wie der Raum nachgibt und Dinge hervorlockt. Dauerwald. Freiflächen, vormals und jetzt. Knochen. Pop-up-Park. Es waren Blumenrabatten, bepflanzt mit Metallkombinaten, bepflanzt mit Petunien-Lenin, mit Stalin aus Stiefmütterchen, Chrysanthemen-Khrushchev. Blüht noch einmal auf im Bewusstsein, sprecht Blumen und Blutsprachen, Sprachen der Macht. Tonnen von Knochen liegen begraben unter dem Rasen, blüht auf und sprecht Sprachen. Wer hakt hier, wer pflanzt und wer mähte? Betonblumen werden im Mai frisch gestrichen, die Plattenbauten erneuert, die Kanten und Kästen gekelkt. Denn die Großstadt gilt als die Mutter von Gärten.
Rede, Park, rede nur, dass ich dich sehe. Besprich die Relikte, Reliquien. Rede von deinen Raketenreisen ins Jenseits, von Kriegerdenkmälern, die sich mit roten Tulpen umgeben, mit Siegen und Seufzern und mit einer brunnendurchflossenen Gegenwart. Hier wandeln jene, die tot sein werden. Kunst. Der einfache Zweig und seine Beiwörter. Schwank, sanft bewegt, dick belaubt, lang gestreckt. Unter dem Zweig gehen Paare und lesen einander Gedichte von ihren Mobiltelefonen. Im Rücken nachglühende Freilichtbühnen, regennasse Nüchternheit. Den Park mit Schritten beginnen. Mit jedem Blick Gras emporschießen lassen, Asphaltwege winden, die Brücken zu Schleifen binden. Einmal geblinzelt, die Tulpe klappt auf. Köpfe zeigen sich über den Büschen, umflochten von sehr komplizierten Frisuren, ihr Leib für Sekunden füllig und grün. Dann Bleistiftabsätze, Häkelpullover und lodernde Perlonschals, Flamme und Schwert. Park ist der Leib des Gedankens und ich, Gottes Gartenberater, bespreche den Umstand, dass jede Generation durch ihr Lustwandeln Welt erzeugt oder entwurzelt wird. Leiber gehen ganz in Gedanken an Büsche weiter. Bunt. Kinder schwappen Tee in Tassen an der Elternhand. Unter der Hand erkaltet die Liebe des Vaterlands, übt sich in Hütekunst, Wortgewalt, Totengesprächen. Verordnet Erholung, an jeder Laterne ein Lautsprecher. Immer noch gilt, alle staatlichen Feiertage verbringt man im Park. Sanitäres Grün, Einflusszonen für Stadtwälder, Lufthygiene. Die Haltbarkeit eines Parks hängt ab von der Trübung. Dekogrün, Pflanzprogramm, Hüpfburg mit Pinguinen. Plastikbäume glitzern im Vergnügungssektor und wieder ist das Gesehene größer als das Gedachte. Maskierte Tiere in Elegien, Eliten, Elysium. Geknüpft an den Arm kleiner Mädchen ziehen Kaninchen, Prinzessinnen-Luftballons vor einem unwirklich mächtigen Etwas mit Namen gesunde Vernunft, trudeln rote, zur Sonne drängende Sterne. Am langen Faden ein Panzer, sehr blank, Originalgedanke, der auf der Höhe der Büsche tanzt. Schwarzfirnis. Jener von Harz umschlossene Park. Seifenblasen und Mulm in der Lunge, Sepialuft um Gehege, Erinnerung. Kragenbär, Tanzbär, Felsen und Zwinger. Mischa, rufen die Kinder. Hat jemand Petz gesagt? Teddy? Bären sind Sohlengänger wie wir. Gute Werke des Bären. Kleinkinder an der Kapuze geführt. Damen mit Sonnenschirmen erkunden ihr Schattendasein. Wege voll Zapfen und Spinnen, geflügelten Samen. Bernstein, Bijou indiscret, heißt, den Leuten mehr Wahrheiten sagen, als sie vertragen. Wir sind Inklusen. Die Ikonostase öffnet sich, es erscheinen drei Bären. Blindpressung, Glimmergrund. Wir sind umgeben von Bernsteinbäumen und Häusern, Fußbällen, Eulen. Während Schwarzbären Zipfel von Licht in den Park ziehen, weiße, zu Knochen geronnene Finsternis, Licht. Schaum. Wald schäumt auf. Wieder und wieder schäumt Wald auf, verpufft. Auf Parkbänken sitzen, in bleichen Ideen von Abendbaden,
sich Wolkenbetrachtungen widmen, den Schichten von Schönheit in einer Bewusstseinswanne in Übergröße. Der Lautsprecher an der Laterne spricht. Siehe, er kommt mit den Wolken. Es bleibt ein unübersetzbarer Rest, den Rest niemals denken können. Der Rest wäre das, was dem Geist widerfährt, wenn er fliegt. Sich stattdessen von Wolken bewandern lassen, ihren Schatten auf dem Gesicht, dunkles Antlitz der Zeit. Der Park kühlt ab, der Wächter räuspert sich. Der Laternenpfahl spricht. Wolken in Schleiern schlieren, nie abgeschlossenes Sammelgebiet. Auf den Parkbänken Schachspieler, die die Gewalten in Kästchen setzen, Throne und Mächte. Während die sinkende Sonne die Brunnen verkorkt, lässt der Parkwächter alle Wolken platzen. Stogram, der Bauer, rückt vor. Flum oder Matt. Tiere langweilen sich. Riesige Hunde vor ihren Hütten bewachen Bauschutt und Trümmer von preußischen Schlössern. Das Nilpferd bewacht seine schmutzigen Kacheln, der Bärenfelsen bewacht sich selbst. Im Aquarienbecken des Fernsehgeräts Immobilienblasen. Villenannoncen strömen unter der Sendung auf schwarzem Band. Einschlüsse, Ausschlüsse, Trübung durch Bläschen. Hausblasen, Plattenbaublasen, neue Gebäudeblasen, die die Geschichte der Leere verdecken. Hier wohnte 20 Jahre lang Kant. Hier standen Kirchenblasen, in denen man Basketball spielte, Ringe hingen von Orgelemporen, der Bock im Altarraum, Gärtner des Nichts. Unser subtiles Auge sieht Tiere, die Blasen bewachen. Langzeitversuch, eine Blase am Leben zu halten. Parkmechanismen, Kunst des Geheges. Das elektrische Schaukelpferd singt. Kleine Kinder reiten durch Durchgangszimmer, durch Bernsteingemächer. Bald werden sie Hamannsche Sprechblasen schlucken, Küchlein und Pillen, von denen man birst. Antik. Brocken im Kant-Style schweben durchs Weltall. Köpfe berühmter Männer hängen an Hauswänden, alles aus Stein. Der Marinechor singt seinen Song von der Apokalypse in einer Lautstärke, die auch die schwerhörigen Veteranen erreicht. Köpfe an Hauswänden, konterfei, unkrautfrei. Der Marinechor singt seinen Song von dem deutschen Café und dem russischen Wegweiser, singt von nach Westen gerichteten Spitzen, halb aufgerichteten Schiffen und Flugzeugen, Vorderseitenbeweisen, an deren Rümpfen die Sonne entlang gleitet, täglich auf Stadtplätzen für jeden Unmündigen, der im Mittage wandelt, Parade fährt. Andernorts Knochen und Emotionalien, Orden, Patronen und Knaben in Uniform. Sentiment, Sediment, Patrioten. Was lagert sich ab im Gedächtnis, was ruht? Durch das Geschiebe von Schuhen fremder Passanten ziehen jetzt Männer mit Angeln und Tarngepäck. Ihr kollektiver Exzess in gefühltem Grün, Fleckmuster, Strichmuster, Fischparadiese. Schierklar. Heimweh nach Eden. Stalin begegnet mit folgender Losung. Lasst uns die Heimat mit Gärten schmücken. Lasst uns den Baum der Erkenntnis ganz abernten. Die schöne Öde der Ruminter Heide jetzt gut oder böse. Gestöber von Orten, wo Träume in jedem Moment zur Wirklichkeit werden. In Eden fällt Schnee. Leer werden. Leere ertragen, die Leere verstehen. Gott nicht mehr ertappen wollen beim Schaffen des Gartens. Magus und Nah, abgetragene Berge.
Die Gartenstadt K. mit ihren zerstörten und wiedereröffneten Wäldern ist alles, woran wir beim Einschlafen denken. Wir sind neue Menschen. Reisebericht in pragmatischer Hinsicht. Ein Park ohne Ausgang, die Wege enden an Mauern der Reichen. Ist dies jene Kunst, die zugleich auch Natur zu sein scheint? Jeder Park voll Vertriebener, Heimweh nach Eden. Die Leere und ihre Vergehen. So rede, Leere, ich sehe dich nicht. Dichterschicksal. Als ich einschlief in seinem weißen Rauschen, blieb ich innerlich hell. Ein nur spaltbreit geöffneter Kühlschrank. Mechanisch vibrierende Schwanenbarke. Sie schwamm mit dem trügerischen, dem Traummaterial im Drei-Sterne-Fach durch den Eiskranz der Nacht. Durch die Abtauflüssigkeit, faules Gemüse, den abgestandenen Teichgeruch. Verlorene Vogelformen bohrten sich spitz aus dem Kissen, die Federkiele, flüsternde Stacheln, ergänzungsbedürftige gelbliche Schnäbel der plappernden Tagesgewissheit. Ich sank in das Daunengeraune, sank tief in Gerupftes. Glucken, in bügelfreie Bezüge gestopft, bebrüteten meinen ermüdeten Kopf, den Leib ein bleiernes Ei im Überweis ihrer Begeisterung. Sah ich die Hälfte der Schwäne in ihrer Abendgestalt. Sie durchmaßen die Kantigkeit der beginnenden Nacht, dieses glosenden Reliquiars voller loser Enden durchtrennter Fährten. War ich die hässliche Ente in falscher Umgebung erwacht? Da alles um mich, da das Licht sich senkte, sah ich die Schwanenhenne, wie sie ihre Küken führte, noch rasch über Erde und Gras zum Kanal. Niedere Arbeiten dievenhaft ausgeführt. Sieh den beiliegenden Ort, was hältst du davon? Negation oder Landschaft? Pflanzen, die es nicht geben kann. Eine kabelartige Pflanze, die uns mit der grünen Lunge verbindet. Sie beugt sich von ihrem Schalterpult weit hinunter. Sie lässt sich herab mit verlängertem Hals, eine Schlange, die uns kurze Auskunft gibt. Jede Information gerät S-förmig, wie in den Ratgebern aus den 50er Jahren. Gestatten Sie, dass ich Ihnen nichts sage. Ockergelbe Felder, ockergelber Himmel, kreiselnde Fernsicht. Die politische Idee des Industriegebiets, dessen Bodenbelag von weitem wie Teppich wirkt, wäre ganz Innenraum. Bar jeden Wetters, bar jeder Obdachlosigkeit, wo es in allen Lagerhallen ebenso aussieht wie außerhalb. Dazu kommen Automobile, auf Teppichen ausgestellt, hoher Komfort für Geräte, die lediglich über geliehene Intelligenz verfügen. Gerät, dessen Bilder verbreitet werden wie Herrscherporträts. Lochkartensysteme, frühe Computer. Auch wilde Tiere spielen. Wir besetzen die Treppen am Bahnhofsportal, eine Handlung klar vorgestanzt. Sie sind ein Getränk, das exakt in die runde Vertiefung auf einem Klapptablett passt. Wir wagen jetzt wieder zu werten. Starke Meinungen, Zorn, der totale Tisch. Wir verzichten auf Fertigsalate in Plastikschalen. Wir verzeihen Gebäudefehler, jene Eingänge, die rein aus Fußmatte bestehen, verwegen betreten wir sie. Ich brauche noch eine zusammenfaltbare Wanne für meine Reise.
Jülich, Grevenbruch, Erkelenz. Ein energisches Dreieck, farblos und flach aus der Luft gegriffen, breitete sich auf dem Boden aus. Beängstigend blau kontrastierten dazu Attribute der Arbeit, der Freilichthimmel, die Overalls, die kommenden Seen, die größten Europas. Absetzer schoben das Erdreich zur Seite. Die Unveräußerliche, die Leere, gähnte gelangweilt. Wir standen am Rand vor vernichteten Flächen, vor der Gewaltenteilung in Bagger und Bänder, die größten der Welt. Machtvolle Kohleflöze noch einmal in Hoheitspose. Was Wald war im Tertiär, stand schwarz und schwieg. Alarmbereit wir, die kurz eingeglitzerten Sedimente der Erdgeschichte. Wir atmeten Staub, fraßen Staubgardinen, die in den Geisterdörfern noch immer hinter vernagelten Fenstern hingen. Wir wanderten langsam die Abbruchkante entlang, wie die umgesiedelten Friedhöfe. Aus neun Schläuchen stieg weißer Niesel, beschwichtigende Berieselung. Mondlandschaft verschlang uns die Sprache. Das Loch hinter Schleiern nur halb zu sehen, während wir selbst den Prozess der Inkohlung durchliefen, unter dem täglichen hohen Druck, stille Kammern voll schwarzer Sonne, leicht zu verheizen, Waldkonzentrat. Thank you for listening. Thank you for your reading. I think you read new poetry, the choice you made. Yes, it's not taken from Geisterseen, my last volume. These are new poems, and they are, you find them in this. In this book. In this book, German and Dutch. And in German. Translation. And in Germany, they are not yet published. So okay. At the moment, I'm concerned with the theme of the garden. Yes. So this is the first part of a book which will deal with gardens all over the world, you can say. Mm-hmm. And is that always the way you work? Like Geisterseen, for me, also was a sort of coherent book. Do you see a poetry book like a book? Are you writing a book when you write poems? Or? Not really. It's in one way it's really a conceptual book, this Geisterseen, and the next one, this garden theme, maybe a book with a concept as well. Mm-hmm. Yes. And on the other hand, I'm writing poems, and it's the same with prose I'm writing, and then if I finish a book, I know what it is about. Once you finish it. With Geisterseen was, I wrote a lot of poems, and then I saw they all deal with kind of images. They are, I don't know in English, they are chapters which have titles like Testbilder or Nachbilder. Bildnisse, portraits, also some different types of images with a different degree of, let's say, reality. And so I brought all these poems in this order, and when I was ready with a book, I found this was a theme I was dealing with. Okay. So the proof of the pudding is in the eating. Once you are writing, you know what the theme is. And this is new poems. It's a little bit But it all concerns around the park, around nature. Yes. So every poem you read, that's. Yes. This with this new concept. I have at first this program, and then I'm writing the poems. This Bernstein Park. Series. It came out of a project. Three poets were sent to Kaliningrad by the city of Münster, and we were set on the
do you say trails? Spuren? Trails. Trails of Johann Georg Hamann, the philosopher. Because Hamann, yeah, he lived in Königsberg and he died in Münster and he is buried in Münster. And so Münster is interested in everything what has to do with Hamann. And we lived for months in Kaliningrad and... For the audience, Kaliningrad is a former German city which is now part of Russia? Yes. In former times it was called Königsberg and it was a city with very rich culture. Immanuel Kant was living there and E.T.R. Hoffmann and several German poets as well. And our duty was to explore the city to see if anything of Hamann was left there, and there was nothing. No trace. And to write a blog, a kind of internet diary. Yes. And then at the end we should write a literary text. And I concentrated on the gardens. On the gardens, so it started in the city that you preferred the parks, maybe, than the houses or that. There's a special thing in Kaliningrad is there's really nothing left from the old town, you don't find anything. All the houses are, Destroyed and yeah, new buildings. Okay. I'm very happy that you start this little interview by telling this, because I promised myself to ask you how do you write, which is maybe a big question, but I know that you've written novels, I know that you've written poetry. We know each other from also a project in Stralen in the Translator House, where we were you were connected to the Dutch poet René Huygen. Poets translating poets. That was where we met the first time. Mm-hmm. Now you are working with Erik de Smet, the other translator. Is such a mission, like to be a month in Kaliningrad, a week in Stralen, is it for you work, or is working really being at home, sitting at your writing desk? I know you can say a poet is always at work. I'm collecting impressions or something. Yeah, especially in this series, it's based on real impressions from the city. But mainly, I'm sitting at home at my desk, and this is the real work. And then you use the notebooks from the walks in the parks, or is it from memory that you work, or both? In the work, I think it's difficult to deal with experience and impression. I think if in writing everything is changing when you are working on it, and it's like it's like dreaming a little bit, like not really like daydreaming, because you are very conscious of what you're doing, but the images. They change, like they change in the dream, and they end up in a poem and something else. They change under your hands when you are working. That's the Okay, nice. Is it true that, as Erik de Smet said, that we can take the geisten, in Geisterzeen, the ghosts? The geister, the ghosts, the spirits. more as metaphors than as esoteric appearances? Yes, it's not a volume which where really spirits are appearing, but it's more with a maybe you call it in English, like it's about appearances in general. How impression emerges and vanishes, kind of this. But then impressions. What you perceive, and how it stabilizes in your mind, and how it vanishes again. Okay. So it are maybe a sort of phantoms. This is maybe you can say reality in general is a kind of phantom, and this title Geisterseen, it's based. So I'm again
with Immanuel Kant. It's an essay of Immanuel Kant where he wants to find out if spirits really exist or not. Mm-hmm. He was at this time he was impressed by the Geisterseher Swedenborg. Mm-hmm. Swedenborg communicated with spirits. He could konnte Sachen vorhersagen. Vorhersagen. Also he saw a big fire mm-hmm. in Stockholm mm-hmm. When he himself was in Copenhagen. Mm-hmm. Okay. Some things like this. He was able to do this. He and Kant was fascinated by this and couldn't believe it. And wrote an article about the question. What about spirits? They are not connected to time and space mm-hmm. in a way, but we experience them if we are able to experience spirits in time and space. They mm-hmm. appear. They are in a way invisible, but they are visible for people who can see them, and so on. So they are seen by the inner I, that was his conclusion, and it's connected with his term of Einbildungskraft. Mm. And my thesis is poems are like spirits. We see them with our inner eyes, and that's the reason I choose this title. Okay, I've read only parts of your prose, not the whole book in German. Mm-hmm. But is working on a novel very different for you as a working process? Because it seems mm-hmm. almost another language. No, I think it's not very not very different. I'm interested in how images emerge, and so that's really similar in prose and poetry. Maybe it's a difference of how far I let these images develop. Mm-hmm. For example. It's hard to find a good example, but maybe in poetry, if I operate with this lyrical eye, I sometimes this lyrical eye it stays a little bit vague, vague, it's vague, bleibt vague und unklar, unclear, and sometimes it changes into a we or a free, mm-hmm. it can shift in another perspective. Yeah. And in prose, I develop this narrator into different figures, but they are all part of kind of one consciousness. Okay. It's something which fascinates me, the perspective in your poetry, because mm-hmm. I think the perception in prose is a part of the storyline. But unfortunately, I would like to continue this discussion, but we have to round up for the next poem and keep this short. I just keep one image. While you were, this is just the last short question, while you were reading, I had to think, do you, when you write, I'm still going through the mm-hmm. writing process, mm-hmm. Sometimes are you speaking what you write with poetry? Are you, I always mumble when I'm... No, I never, I'm never speaking because I hear it with my inner ear. Yeah, okay. Because there's some sort of clarity when you read your poetry that I think... I think it's not necessary to do it aloud. No? No. Also, when writing, and being silent, you hear it. I'm hearing it, yeah. Okay, great. Thank you. Thank you. Nou, en nu het vergelijk met de volgende dichter. Ik stuitte vandaag op het lezen van het woord spamhaai. En ik dacht, het is typisch een woord voor Thomas Oosterhoff. Wie anders zou een woord als spamhaai gebruiken? Ik laat u ook een boekje zien van hem.
vooral omdat het heel moeilijk te krijgen is en ik er trots op ben. Toen zeiden ze, die hersens van mij, Then Those Brains of Mine Said. Uitgegeven naar aanleiding van de residentie van Thomas Oosterhoff aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. In de zomer vallen de dikke mensen op, in de winter de dunne. Dat, of zoiets, schreef Walter Benjamin. Zou dat te maken hebben met lichaamstemperatuur? Ik geloof het eigenlijk niet, maar dit soort gedachten dwingen zich als vanzelf op bij het lezen van een andere schrijver, en dat is de dichter Thomas Oosterhoff. Denken we eigenlijk wel na als we gedichten lezen? Of is het iets anders dan nadenken? Moeten we daar een ander werkwoord voor verzinnen? De vorm van denken die gedichten teweeg brengt. Ooit, dit is kroegpraat, maar ook dat kan met poëzie van doen hebben, bracht ik te berde dat alleen mannen kleurenblind zijn, vrouwen niet. Dat is handig, reageerde de man naast me aan de bar, want als je niet weet of je een man of een vrouw bent, dan kun je dat zien aan de kleuren die je eventueel niet kan zien. Er opent zich op zo'n moment gelijk een lade vol met blauwe en roze babysokjes. Thomas Oosterhoff debuteerde met de dichtbundel Boerentijger, nadat hij eerder een spookbestaan als auteur leidde van lectuur. Dat bestaan illustreert gelijk de geestigheid van zijn werk. Een woord dat ik ook pas goed ben gaan begrijpen sinds ik het werk van Thomas Oosterhoff ken. Geen dikdoenerij, geen pretenties, maar plezier en uiterst kernachtige teksten. Boerentijger bracht hem de C. Buddingprijs voor het beste poëziedebuut. En als ik de verdere prijzen ga opnoemen, dan ben ik alweer klaar met dit inleidend praatje. In de zomer vallen de dunne mensen op, in de winter de dikke. In zijn derde bundel Robuuste tongwerken, een stralend plenum, presteerde hij het om in ieder gedicht een andere vorm te geven. Of in ieder gedicht een andere vorm aan te nemen, zou je kunnen zeggen. Zo was er een meneer met pinksteren waarin zich een zekere O zich in de voegen van het parket, of de vegen van het parket van vrouwspersoonshuis, een afspraak herinnert om te schrijven over meneer. O, denkt O, kon ik ook maar zo. Dat roept hij met genoegen uit, bladerend in het werk van de dichter Leopold. De notities van een weggejaagde arts uit dezelfde bundel zijn hallucinatoire. Dr. Feel Good. En er is het heerlijke rijm, de gebruiksaanwijzing beweert, u jong leert. Mijn broer is in Australië geëmigreerd. Nu denkt u mogelijk dat ik de grootste vrolijke Frans van de Nederlandse letterkunde aan het introduceren ben, maar dat is niet zo. Thomas' werk is geestig, mede door zijn ernst. Een paradox, maar die moet u maar van me aannemen. O, publiek in de grote zaal van de Rotterdamse Schouwburg op vrijdag 12 juni 2015. Ik heb het werk van Thomas Oosterhoff eerder in de groene woest boze sprookjes genoemd. Ze werken op een ingenieuze manier met het perspectief van de lezer. Een wilg achter de ruit staat op de ruit en op die ruit is die wilg in centimeters meetbaar. Een bezoek aan de webstick thomasoosterhoff.nl kan ik u aanraden, waar Thomas op eigen wijze gedichten laat bewegen, verschijnen en verdwijnen, waarop hij geluid monteert en zijn eigen stem. De sobere witte achtergrond bepaalt hoe langzaam wij leren lezen. We kijken mee met zijn veranderingen, niet herschrijvingen, zoals ik dat eerder abusieflijk schreef, want ook die herschrijvingen zijn in het flesgeschreven gedicht veranderingen en onderdeel van het gedicht. Thomas doet dat op geheel eigen wijze en daarin is hij totaal onnavolgbaar. Ook al zouden zekere fondsen dat graag anders zien. Je kunt Thomas nu eenmaal niet nadoen, dat kan hij alleen maar zelf. Dames en heren, het is mij een eer om aan te kondigen. O, Thomas, O. Ja, dames en heren. Liefst zeg ik niks bij het lezen. En dat ga ik ook niet doen als ik één keer begonnen ben. Maar ik wil één ding. Ik zie tot mijn vreugde dat de vormgever een aantal foto's heeft gebruikt. En daar wil ik even copyright voor noemen. Dat is namelijk Liewe Oosterhoff. En die was op het moment van het fotograferen 9 en 10 jaar oud. Onvoorstelbaar. Liewe Oosterhoff is mijn zoon. Oké, dat is het formele gedeelte.
Ik was getuige. O groene boom, de groene boom. Hoe de voorzanger door een spleet in het kromgetrokken heelal zijn steenworp ondernam. Ook was ik getuige van de steen op een worp afstand. Wat is dat voor lichaam dat met ons leeft? Ons leven is brandhout, ons lichaam vuur. Of lichaam brandhout, leven vuur. Vuur en hout vormen een weefsel. Van wie is het weefsel? Het publiek brandt van nieuwsgierigheid. De politie heeft het antwoord. Zij belegt een persconferentie. Het weefsel is van de vermisten. Ik droomde dat ik sliep in een loeiende storm. Bij het ontwaken was het blad stil. Laatst ik zakte door een slechte plank. Ik kwam goed, maar slecht neer. Terecht, maar goed. Brak niets, maar alle kinderen verloren stroomden opeens onderlangs. Ik werd een zak kromme, magere kinderen. Ik had niet vallen moeten. Alle kinderen verloren stroomden opeens onderlangs. En ik werd een zak kromme, bevende jongetjes. Ik had niet vallen moeten. We trokken door de velden. Er verdronk best één soms, maar vaker niet. Wij niet. We trokken door de weiden. Er verdronk best één soms, maar vaker niet. Wij niet. Een wolk als een school in de harde wind boven de rivier. Ik ga vannacht. Wolken als schollen in de harde wind boven de rivier. De aanval vlucht. In het water dreef een meter. Op de golven dobberde een anker. IJsschollen in de harde wind op de rivier. De harde wind op de rivier. Ik ga vannacht tegen de maan, kruien de wolken. Laatst viel ik, zakte door een slechte plank. Ik kwam goed, maar slecht neer. Terecht, maar goed. Brak niets. Bewaar school de onderrug. Vroeger was ik een krom jongetje met de rug tegen de muur. Laatst viel ik. Zakte door een slechte plank. Ik kwam goed, maar slecht neer. Terecht, maar goed. Brak niets, maar. We trokken door de velden. Er verdronk best één soms, maar vaker niet. Wij niet. Slacht het gordijn. Het hoofd werd zwaar. Ik kon na de val meteen lopen. Brak niets. Ik kon na de val niet meer lopen. Brak niets. Het kon na de val meteen lopen. De pas gevallen sneeuw kon meteen lopen. De pas geschoten leeuw kon meteen lopen. De kraamvrouw, café Leeuwinnetje, liet alles lopen. Het hoofd wordt zo zwaar. Het hoofd wordt zo zwaar. Het brein schuimt bruin. Het varken haalt verhaal. Ik had mijn hoofd toch minstens met mijn arm. Ach. Maar in het water dobberde een anker. Op de golven dobberde een meter. Ik greep naar iets wits. Het ijs kruide een konijnenkop.
in mij kwam op dat ik afgedaald was om de wereld, de onderwereld af te wentelen. De opdracht, de ernstige winterzon, een ernstig geval van. Het regent naar boven, het sneeuwt in het platte, we wensen elkander oud jaar. We sjouwden door de velden, we vlogen lopend, karren in onze knuisten, slachten in het voorbijgaan gordijnen, wolken als schollen. Diep beneden ons dreven meters, geen planken, maar betoverde kinderen, gestraft, omdat ze uit hun kring een hadden laten verdrinken. Ze hadden het gelachen, ze hadden het gedaan. De betovering brak. Het ijs? Aan de rotsbodem gehechte eiersnoeren zien door hun glasachtige schaal hun ouders vlak onder het wateroppervlak naar de sterren kijken. Zij verlangen, vermoeden de kinderen. Maar waarnaar? De snoeren stoten elkaar hoopvol aan. Nog even, dan gaan ook wij uit verlangen. De stoofschotel kijkt van onder het glazen deksel naar zijn verorberaars op. Ik zoek niet, maar wens me een troon voor de zee. Ik zoek niet, maar ik wens me een eigen meisje dat begrijpt dat ik net zo lief dood ben als leef. We doen maar wat op leven en dood. Veel gestreelde vrouwenhuid op veel belopen tegels. Wat doet u met die oude man? We nemen hem tegen zichzelf in bescherming. De opgewekte tent slaat het licht op. We gingen vroeg naar bed, kortste nacht langs de dag. Shasta Marilyn Spamhai, zij schreef mijn brief. Langs de dag, de natuur herstelt zich van de lente. Moeder Aunt Candy wordt bij een aanval van meeuwen van 6 kuikens beroofd. 1 blijft nog, die is voor de snoek. Wij gingen vroeg naar bed. De zon scheen door de gordijnen. Weer lukte het niet. Hoe ver moet je gaan om in de buurt te komen? Het wordt alweer dag. De jonge bruidegom springt uit het bruidsbed, danst de tent die zijn hemelse vader hem spande. Na 1 dag op. Afgeleefd ligt 's nachts het jongetje bij zijn voedster. Bij het eerste licht springt de bruidegom het bed uit, rent de aarde bijzijde. Het gefluister van de voedster, spraak zonder klank, ware kennis. Uinig met doorgesneden stembanden bevoegd het meetlint te dragen. De dag vertelde de nacht. De nacht fluistert. Shasta moet blijven schrijven of ze zakt naar de bodem. Ze moet blijven schrijven zonder omwegen. Tired of wasting uncountable dollars to grow your penis, but result not what you expect. Our magic pills can give you length you deserved. Dit gaat in een heel vreemde taal over mij. Vreemde mij. Welke lengte verdien ik? Heden is gelijk schuld. De zwarte kogel schuld rolt door de wereld. Van dag en nacht trekt hij zich niets aan. Onze schuld. Wij hebben gedaan wat gebeurt. De zwarte kogel rolt. Verleden ruikt fris als na onweer. Te brede auto's klapwieken over de klinkerwegen om aan gruwelijke ongelukken deel te hebben. Daarna kijken hun koplampen verbaasd uit de verwrongen grill. Glimt het wrak, glimt
in het zonlicht. Het is zinloos nut te hebben gehad. Zinloos als een strik in het haar. Magere mensen geven warmte terwijl ze het zelf koud hebben. De pannenkoeken reppen zich door varkenskoppenstad. Goed dat dit liefde is en niet dat dunne sijpelen. Ik ben de dwerg van gemiddelde lengte. Mijn weefgetouw wordt als ik droom groter. Ik droom, als ik niet uit weven ga, dan zwaait er wat. De wereld is in het getouw. Ik zie de bodem doorgrond en het naweven. Maar word ik niet kleiner? De hand op de wilg, op het glas, de hand houdt de hand op. Voet steunt de wind, steunt het weeshuis binnen, houdt de hand op de knip, steunt de sleepvoet. Begin. Ik zit half onder, half boven mijn ogen, met spiegel en kaapstander de hoek van de purperen sofa donker te houden. 3 meter verder het raam, in het spel van licht en schaduw, de schaduw. Wat is het raam groot? Om het op papier te krijgen, moet ik met het papier achteruit en dan haal ik het nog niet. De wilg aan de overkant van de brug staat op de ruit als zilver. Een elleboog en 1 hand hoog. Het waait en een wolk volgt. Ik glijd over het vloerzeil de vensterbank tegen, maar de wilg ziet me aankomen. Maakt zich klein op het glas, een klein duimpje. Als ik me voorstel, bedekt het gezicht of wat daarvoor doorgaat de boom, niet het raam. Je bent neus, brug. Je bent bouwkunst sturend over het water. Je was toch ver weg bij jou. De wagen rolt de garage uit. Wie de maanillusie niet kent. Hand houd de hand op voet, steunt de wind, steunt, wees, huis, wees, welkom, houd de hand op de sleepvoet. Het spelbegin van licht en schaduw en licht, hier op de sofa, uitkomst en speelpenning. Het waait ens van de vorm. Arme wolken over de vloer naar de vensterbank, naar de wilg die me inziet, maakt zich klein op de ruit. Klein duimpje houdt zich vuiststil. Als ik me voor je stel, bedekt je gezicht of de boom niet het raam. Je bent brug, turend over het water. Je was toch ver weg? Middelpunt. Ik zit half onder, half boven mijn ogen met rug en reet de bestuurdersstoel warm te houden. Blijf eens staan, nijp tangens. Droom ik of kom ik er? Ik stel me de ansichtkaart voor. Het rode weeshuis waarin het burgerweeshuis stond, waarin taalwezen wachten. Het rode weeshuis waarin het burgerweeshuis staat, waarin de speelkaarten wachten. Het rode weeshuis waarin het huis met de spraakverherkenning. Dit weten, hier moet het uitkomen als het ooit groot wordt. Opeens wil de speelpenning weten of hij zelf gewonnen heeft. Ik druk jullie uit in een hoek, minuut en halve minuut. Achter de einder beperken mijn doel en mijn laten. Mijn gangen worden bepaald door puntmuts en puntmutsje. Mijn schaaldier schat de berk op het glas en de wilg op de ruit en de bosrand. De tegenligger. De wind maalt de wolken. Einde mijn hart. Nu blijven we hier. Ik stond stil toen ik daarin stond. Ik stond stil en daarin stond ik stil. Ware grootte. Ik stond stil. Ik ben de katwijs.
de slang wijst, de koning te... Hand houdt de hand op, voet steunt, de wind steunt. Wees huis, wees welkom, houdt de hand op de knip, steunt de sleepvoet. Begin. Dank u. Ja, het is nu bijna een voor de hand liggende vraag, maar denk je na als je schrijft? Voor de hand liggende? Ja, ik denk het wel. En is dat gewoon als nadenken alsof je aan iets zit te denken? Of? Gewoon nadenken bestaat niet, Erik. Heb ik het idee? Nee. Het wonder van het denken is nogal wijd. Ja. Maar er moet een onderscheid zijn van het denken als je gedicht schrijft in... Daar ben ik niet zo zeker van. Het is natuurlijk wel, als je dit zou zeggen zonder dat ze het gedicht noemden, dan dachten ze, die moeten we maar eens op zijn denkvermogen onderzoeken. Ik denk dat je daarop doelt. Nee, dat maar, is niet mijn... Dus er is wel een... Ja, dus... Maar ja, je bent toch wel... Ja, wat is het ding... Hè? Nee, ja, denken, god. Weet je, ik heb over denken altijd een hele lage pet op. Hm. Dus als ik in de auto zit, een normale chauffeur. Maar je begeeft je dan in een onvoorstelbaar gecompliceerde situatie. Je weet eigenlijk totaal niet wat je aan het doen. Als je dat zou kunnen als denken analyseren zou zijn, dan mag je absoluut nooit gaan rijden. Maar denken is iets anders. Hè? Mm. En zo geldt voor het hele leven. Je doet maar wat. Maar op leven en dood, zullen we zeggen. Hè? Zoals ik ergens heb gezegd vanavond. Mm. Schiet me nu te binnen. Volgens mij schreef Martin Rijns dat in dagwerk, dat als je in de auto zit, kan je nooit goed nadenken. Ik heb een tijdje als chauffeur gewerkt, maar ik zou nooit aan een gedicht kunnen werken achter het stuur. Ik vind autorijden zelf nadenken. En dat is... Ja. Dat maar zeggen... trouwens, ik krijg ontzettend veel ideeën in de auto. Dat is heel vervelend. En dan heb ik gelukkig tegenwoordig... Dan probeer ik het gauw in te spreken op mijn telefoontje, weet je wel. Of... dat kan tenminste tegenwoordig onder het rijden. Maar... Nee, ja, minder dan in de trein, dat moet ik wel toegeven. Oké. Maar in de trein is toch, dan kijk je kan ik heel goed nadenken. Ja. Ik zwom een keer een meer over en halverwege kreeg ik een idee. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik dit nou opschrijven? Want dan, ik heb natte handen. Dus dan zou je een petje moeten hebben met een potloodje en een boekje onder dat petje. Maar dan moet je ook je handen drogen. Als je In welke situatie, Erik? Als badmeester? Nee, als zwemmer. Gewoon als zwemmer. Als zwemmer? Lang meer die niet naar de, en je krijgt dan een geweldig idee terwijl je midden op een meer bent. Daarom vermijd ik zwembaden zoveel mogelijk. Goed. Je hebt een aantal gedichten voorgelezen. Ik herkende de ware grootte. En voor de rest is het nieuw werk, geloof ik. Nee, ja... Ik weet eigenlijk zelf niet. Nee, het is niet zo erg nieuw hoor, nee. Maar het is niet maar er zitten, ik vond het leuk, vroeg men een selectie bij Poetry om te lezen. En ik ben eigenlijk met proza bezig en een ander. En ik had eigenlijk niet zo gek veel dat je echt de hele gedichten en zo kan laten zien. En ik vond het eigenlijk wel heel grappig om één programma te maken waarin ook losse zinnen dan als het ware een... functietje hebben. Dus daar bent u nu van deze experimenteerdrift bent u het slachtoffer geworden. En is het bij jou een groot verschil het proza waar je aan werkt in deze teksten? Ik ken iets uit voorpublicaties van. Ja, nou nee, dat is niet zoveel verschil, maar ja, weet ik eigenlijk niet. Dat is niet zoveel. Ja, kijk, dit is ook een soort componeren, weet je wel?
Trouwens, hè, dat lange gedicht over laatst viel ik door de zak door. Dat is wel dan weer een heel gedicht. Hè? Dus, en eigenlijk zit je dat ook een beetje samen te stellen. Ja, dat is dichten. En dat proza van mij, wat ik zoals ik nou aan het doen ben, is dat ook. Alleen heb ik nu een andere eenheid. Dat is meer de anekdote. En dat is meer de anekdote dan de zin of de frase. Bij de voorpublicatie die ik las, onder meer een revisor, maar ook een andere tijdschriften, viel mij een zekere... Het viel me op dat je Jeroen Mettis gelezen hebt, als ik dat kan zien. Dat kun je niet zien, maar het is wel zo. Ja. Dit is misschien heb ik genoeg vorm voor mij om te weten dat dat zo is. Maar ik vind dat een... Jeroen Mettis, dames en heren, ik weet niet of ik u hem ken, maar het is een interessante... jonge dichter die er helaas ook al een jaar of 8 geleden een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Maar die heeft ons één dikke boek aan nagelaten, N30. En dat kan ik ieder aanbevelen, omdat het een totaal andere manier van poëzie schrijven is dan wij in Nederland kennen. En eigenlijk denk ik denk dat het is niet een volkomen nieuwe genre of zoiets wat hij heeft uitgevonden, maar hij doet het heel erg goed. En dat is eigenlijk een grote bult zinnen en fragmenten. Die heeft hij bij elkaar gebracht. En toch leest het als een trein. En het heeft ook iets heel persoonlijks. Het heeft iets heel eigens. Dus dat vind ik zelf een eis voor poëzie. Ja. In tegenstelling tot Kenneth Goldsmith, denk ik. Dat er een mens... Ja. Een gestalte en dat het een eenheid is die het gemaakt heeft. Beide lijken gebruik te maken van bestaande tekst, gevonden tekst. Goldsmith en Mettis. En Mettis, ja. Maar in het geval van Mettis is het, als ik je goed beluister, persoonlijker? Of is het... Absoluut. En op een of andere manier doorgewerkt. Maar ik probeer daar een essay over te maken. Maar en dat zal er ook wel komen. Maar daaruit zal ook blijken dat ik er niet helemaal uitkom. Ja. Want dat is wel heel, heel subtiel. Hè? Hij gebruikt ook flarfachtige technieken, zeg maar. En ik doe dat dus ook in mijn roman. Hè? Het gaat ook over mij, dit gesprek, toch? Ja. Maar goed. Ook? Nee, maar dus, het is, dus daar zit je mee te construeren en te passen en te meten. Mm-hmm. En dat doet... Heeft Mettis dus tot zijn zelfmoord uitstekend, heel, heel fascinerend gedaan. Omdat dat eruit, omdat je dat ziet. En flarf vind ik zelf verschrikkelijk. Mm-hmm. Ik vind het afschuwelijk. Ik vind het een soort vijand van mij dan. Hè? Ik heb het gevoel dat ze mij en Mettis en wie nog meer zo werkt, dat ze als het ware je proberen je materiaal of je tools uit handen te rukken. Hè? Ja. De stoute kinderen. Ja, het gaat mij terdege. Ik stel de vraag wel vanwege jou. Want er zijn nu veel jonge auteurs in Nederland, België, die van Mettis uitgaan. Jij bent toch een auteur die Mettis leert kennen, terwijl je al het een en ander gepubliceerd hebt. Dus het fascineert mij wat die kracht, ook die beetje brute kracht volgens mij, van Mettis met je doet. Nou, ik kan niet zeggen. Het is meer. Het is niet zo dat ik door hem op het idee kwam om die roman te schrijven die er een beetje, maar ook totaal anders gaat uitzien. Maar het is wel een soort bevestiging dat type literatuur nog lang niet is uitonderzocht en ik kan het. Daar is het trouwens sowieso in. Dat vind ik. Ik had het er met Erik de Smet geloof ik nog over ergens even vandaag of gisteren. Dat literatuur, anders dan beeldende kunst of zoiets, dat daar lang niet alles is uitgezocht nog. Daar zijn hele braakliggende terreinen en zoiets. Ik vind wat dat betreft, iedereen doet maar net alsof dat rond is. Maar dat is absoluut niet waar. Dat blijkt het iedere keer als je wat gaat doen en ook als je interessante mensen leest en zoiets. Dat wil zeggen hoeveel er ook over iets geschreven is, het is nooit... Niet over iets geschreven is, maar er zijn zoveel manieren van schrijven, zoveel manieren om je via literatuur tot de wereld te verhouden. Ja. Zeg maar. Ik moet heel abrupt afronden, want we lopen een beetje uit. Nou, alles is gezegd. Nou, dat is heel goed. Maar we gaan ook nog
En daar wil ik het publiek graag naartoe uitnodigen. We gaan ook nog naar de bar, waar we kunnen doorpraten en waar u bundels kunt aanschaffen van de festivaldichters. En morgen zijn wij hier weer vanaf 's middags en hopen wij u terug te zien. Goedenavond.